bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Wat is er? Wat is er? Ja, nou, en? Het is nu wijs lekker weer. Het is, wat voor dag is het dag vandaag? Het is vandaag maandag alweer. Ja, maandag. Ik was heel vroeg uit. Ja, en ik ook. Tip. Ja? Kijk voortaan als je op de wagen zit op je magister. Magister, vertel. Of welke planning iets hebt dan ook. Kijk daarnaar. Oké, want? Ik had het niet gedaan. Oh. En blijkbaar waren dus mijn mentorbegeleiding en mijn gym uitgevallen. Oh zo, dus je had een beetje... Dus daar kwam achter. En toen had mijn vriendin alleen Bolivie ingeschreven. Dus het was allemaal nog een beetje... Een rommeltje nog. Ja. Maar goed. Hey, maar dus dat is een klein tip. Het is nu mooi weer. Blauwe lucht, kijk jongens. Blauwe lucht. Lekker. Dus ik stel voor eigenlijk even... Ik wil even fietsen. En jij dan kan dan ga misschien ik wel even iets anders aantrekken. Ja, maar dan moet je wel even snel wezen. Want het is nu mooi weer nu. Dus we gaan even gauw spullen even opruimen. Ja. En dan gaan we gauw... Oh, dat valt weer. Ja, alles valt. En dan gaan we gauw even lekker fietsen. Want nu is het mooi weer. En ik heb eigenlijk wel even zin om lekker te fietsen. Is goed voor de beentjes, goed voor alles. En dan kun jij even rennen. Ja. Kijk, je hebt wat andere aangetrokken. Ja, ik heb heel snel even dit aangetrokken. Kijk. Vorige keer had ik dit ook al. Kijk, een snel pak. Ja. Zodat je nog sneller... Nou ja, wat comfortabeler kan rennen. Oké. Normaal, kijk, ik kan ook echt gewoon in mijn spijkerbroek rennen. Want dat... Ja. Eigenlijk ren ik altijd in mijn spijkerbroek, maar... Als het lange stuk is dit toch wat. Oké, nou ik ga even op mijn ijzeren hoor stappen. Ja, jouw. Zo, oké. Ook zonder handen rijden. Snel, maar ik kom eraan. Ja. Ja. Haren weer vast? Ja. Oké. Even snel vastgemaakt. Alright. Zullen we eerst even rechtdoor fietsen, dan linksaf en rechtdoor? Ja hoor. Oké. Is goed? Ja. Als er mensen op de brug rennen, hoor je dat helemaal in de tuin. Ja, dat klopt. Je hebt lekker de tempo erin, jij! Nou ja. Heel goed. Hij gaat lekker. Ja. Ja. Eigenlijk doe je gewoon rennen, maar alleen dan. Oké. In de huppelmodus. Ja. En nu ren ik gewoon. Ja. Ik zit daar in dit blok. Daar ga ik overheen. Oh ja, wacht even. Draai ik hem even om. Ja, nou zit je te twijfelen, hè? Nee hoor. Maar dat is niet echt mooi, maar oké. Opnieuw. Ik weet niet of ik hem zo kan doen, maar oké. Maar niet uit. In de lengte. Ik ben alleen echt vol door de borstjes heen. Of misschien in de lengte. Dat je weer zo doet. Rechtdoor. Ja. Okay. Ja. Dan moet je vanuit deze kant. Die kant. Dan gaan we zo. Oeh. Oh, zo. Ja. Ja. Dan moet oei, de borstjes. Oh. Kijk, dan kan je maar doorlopen ook. Ja, weer op energie? Ja, ik heb nog steeds puur vaak wat te zeggen. Okay. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dit doe, maar niet. Alright. Lekker weggetje dit weer. Ja. Zo, ga bijna. Ik ben een keer gevallen. Oh. Ik ging over het matje bij de deur. En er was iets gehad en ik dacht. Dus schoot hij weg. Voor huis. Ja, hier kan je natuurlijk ook tussendoor lopen. Ja. Ja. Lekker afstandje.
op de markt te rennen. Is het te zacht of iets? Ja. Oké. Okay, ik toch op weg. En je kunt hier ook omhoog. Ja, zou ik dan via stof of zou ik via trap? Ja, dat is in jou. Als ik nu onderuit ga, hè? Nee, blijf staan daar. Oh, ja, oké. Okay. Wat ga je doen dan? Daar overheen springen. Overheen springen, oké. Okay. Oh, nou, dat was er bijna. Even opnieuw. Ja. Net ging die wel goed. Ja. Alleen. Alleen nu gaat hij. Ja, wel op de fiets letten, hè? Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja? Ja, ik ben er klaar voor. Oei. Ja. Kijk, dat hoor. Kijk, dat ging goed. Ja, en nu weer terug, maar dat ga ik niet doen. Nee? Hoezo niet? Zit ik te dichtbij en ik ben ja, dan ren je naar beneden zo. Ja. Joep. Ja, je doet het toch? Ja. Wacht. Alright. Ik zet hier de verkeerde galop. Oh, boe. Ben je heel verkeerde galop. Gevaarlijk trappetje. Oei, doeg. Jo, ja. Voelt hij echt dieper aan dan wat hij eigenlijk is. Hé, hey, ligt er ook een boomstam? Ja. Oh, wow, wow. Oh, ik ging bijna door mijn enkel. Dit is toch best gevaarlijk eigenlijk. Oh. Yo, jongens. Oké. Nou ja, die boom staat in de verte, dat is helemaal ja, interessant. Oh, er zijn er heel veel. Boomstammen. Oh, die hebben die boom omgezaagd. Ja. Oh ja, zo een aardige boomstam. Ja. Lekker stukje van de open haard. Ik moest gelijk aan één iemand denken. Ze hebben gewoon heel die boom hebben ze. Ja, weggezaagd. Dat is deze boom. Ja. We kunnen even kijken hoe oud hij is geworden. Ja, dat kunnen we wel doen. Even kijken. Nou, hoe oud is deze boom geworden? Hij oud. Nou ja. Even kijken hoor. Die ringetjes zijn niet helemaal goed te zien. Maar dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nou, hij is zeker 50 jaar oud. Ah, oh, arme boom. Arme boom. En nu ligt hij daar. En nou ligt hij dus gewoon... Afgezaagd. Afgezaagd. We gaan even kijken hier. Ligt hier gewoon afgezaagd. Als, ja, stukjes open aardhout. Ja, maar het is wel allemaal gewoon weer ook weer echt naast elkaar gelegd zoals hij in elkaar zat. Nou ja, hij is gewoon zo omgevallen. Ja. Maar ik wil er wel overheen springen. Ga je er overheen springen? Of je nou 50 jaar oud is, maakt niet. Oh, oké, wacht even. Dan ga ik hem even weer omdraaien. Het is een beetje bewolkt. Nee, joh, het is avond. Ja? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Kijk, ja, ik zou zeggen neem mee naar huis. Ja! Ja. Maar wat ik nu wel kan doen is één keer naar boven en dan kan ik boven die sprong meepakken. Oh ja. Ja, dat ga ik doen. Ik ga nu naar boven. Ja. Dan ga ik dit doen. Dat is een eind weg, hè? Ja. Ja, het is wel goed voor je conditie. Huh? Het is goed voor je conditie. Ik ga nu terug. Oh. Ja. Gaan we weer via het engeltje. Oh, oké. Okay. Ik begon wel laag, dus ik weet niet of het echt veiliger was. Maakt niet uit. Ik weet nog. Nou, heel goed. Nou? Ja. Netjes.
Ja, eigenlijk moet je een beetje paraderend lopen, een beetje als een dressuur, dat je een beetje... Maar ik kan niet zo goed dressuur. Oh, je kan niet zo goed dressuur. Oh, oké. Okay. Ik kan beter springen. Oh. Maar ja, vind ik ook leuker, dus dat is makkelijk. Ja, springen is ook leuk, ja. 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 Dat is niet zo moeilijk. Goh. In één keer naar beneden rollen. Ja. En als je hem nou dubbel doet, dat je twee keer over die dingen heen springt? Die twee keer achter elkaar? Ja. Dat ga ik echt vol. Ja, dan kan je het wel volhouden. Nee. Oh, oké. Okay. Want ik land. Ik land al hier en dan moet ik er één keer. Oh, ja, oké. Okay. Nou, dat ga je niet redden dan. Dat is nooit te doen, want als je oplet. Ja. Dan. Dit komt waarschijnlijk ook nooit goed, want als je veel te laag moet beginnen. Kijk, ik land al hier. Oh ja, dat weet je niet. En dan moet ik ook nog... Nee, dat reed je niet. Dat is niet te doen. Nee. Helemaal omdat ik eerst nog in... Ik kan niet goed met links springen. Nou kan ik met links springen bij mijn rechterbeen. Dat gaat dan... Mijn rechterbeen gaat dan zo. Ja, ja. Ja, nou, dat... Ik ben... Hallo. Zo neem je toch je paard niet aan de hand? Ja, ja, oh, zijn paard in rust. Dat is toch makkelijker lopen? Oh, makkelijker lopen, oh. Ja, ja, goed. Dan met zo'n stokjes hier mee. Ja. Ik vind het wel heel rustig aan de overkant. Ja. Dat kan je niet zeggen. Nee, oh, wat dan? Nee, dat gaat niet. Op een graafplaats, ja. 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 Dus dat mag echt niet, papa? Nee, dat kan niet. Echt. Erg gemeen. Ja, heel erg. Foutje. Gaan we naar beneden, begrijp ik? Ja. Ja, oké. Okay. Moet je door? Ja, moet je doorlopen. Ja, gaat het wel. Ja, oké. Okay. Alright, wat is de route nu? Over de brug rechtsaf? Ja. Oké. Okay. Ja. Gaan we doen. Nee, oké, okay. Okay, hier weer. En dan gaan we hier bij de brug rechtsaf. Ja. Oké. Okay. Ah, ik ben je mental coach, hè. Ja, ik moet natuurlijk allemaal begeleid worden. De trainingen, spandoeken. Fietsers. Fietsers. Het algemene begeleidingsteam. Oké, okay, die mensen in de auto gaan me echt heel raar aankijken. Nee hoor, dat zie je toch niet. Nou. Ja, zie je dat wel? Oh. Ja, mij ja. Wel. Oh, oh ja, oké, okay, dat zie je wel. Ik voel me gelijk aangekeken. Ja, ja. Ja. Dat is weer een beetje jammer. Ja. Hier, hobbyhorsen moeten in Nederland gewoon bekender worden. Ja, hobbyhorsen. Want iedereen gaat langzamer rijden. Ja. Om te kijken wat het nou precies is. Ja, wat doet ze nou, joh? Ja, hier, kijk nou kalm. Ja. Kijk gewoon voor je. Ja, maar misschien kijken ze naar mij op de fiets. Ja, tuurlijk. Ja. Dat zou ik ook kunnen. Ja. Dit is wel helemaal een leuke chef, is dat. Ja, goh. Ja. Maar goed, we zijn bezig met de nationale conditietest haveahorse.nl. Ja. Ja. Ook even niet bellen of zo. Nee. Ja, ja, goed, die ging er heel snel voorbij. Was een snelle. Was een snelle fietser. Ja. Goed, mijn pipi staat dit. Ja. Als conditie. Ik zie opeens dat bij de oldukeniet de ruiten een beetje weggegooid zijn. Oh ja, ik zie het. Ja. Als je je conditie wilt trainen. Ja, dus dit is een manier, zeg, hoor. Zeg, doe het. Ja. En dan niet een beetje aangekomen als dit. Nee. Maar ga springen. Ja. Dat is nog intensiever. Ik zal hem even zo hoog houden, kunnen jullie allemaal meekijken. En vooral dan hoger en hoger. We zitten nu met een beetje een nationale parcours. Ren je rot. Ja, dat is vooral, ja. Vooral je benen. Ja. Kindje. Ja. Maar maakt niet uit. Ja, alles voor de pipi-test, toch? Weet je het ook weer? De pipi-test, maar die heb ik al gehad. Oh, die heb je al gehad. Ja, nee, dan gaat het ook niet redden. En dan hebben we maar één keer in het jaar, dus. Oh, echt jammer. Ja. Maar je had wel een goed cijfer, dus dat is wel lekker. Achteraf. Kijk jongens, dat is voor de conditie. Dus voor iedereen die iets aan zijn conditie moet doen. Misschien had ik negen kunnen halen. Ga je hobby hoor, zeg. Maar ik was wel niet helemaal 100% lekker, dus. Nee, je had een beetje grieperig toen, toch? Ja. Dus kan goed. Je nagaan, hè, als je dus niet grieperig was geweest. Dat dan nog beter. Want dan was het nog beter geweest. Maar ja, ik was een beetje ziekjes. Gaan we hier rechtsaf? Ja. Oké. Okay. Maar ik was een beetje ziekjes, ja. Dus mijn conditie was niet op en top.
En om dan? Ja, om dan toch nog zo'n cijfer te halen. Ja, dan ben je toch wel echt een held. Ja, I know. Yeah, yeah, yeah. Parijs, hè? Goh, juist. Gaan we hier rechtsaf. En ik zie dat op het fietspad staat precies het logootje voetpad. Daar ga ik op en jij gaat op het fietspad. Ja, dat is lekker. Ik doe even de camera draaien naar mijn andere hand. En ik ga even... Ik rijd niet in de sloot. Moet je eruit gaan rennen. Ja, dat zou wel zijn, zeg. Nou, dan hebben we wel gelachen, maar... Ja. Dat maakt niet uit. Je dacht toen met die schoenen door... Toen met Riet ging kappen dat je door oh, ja, mee zakte. Ja, dat hebben we ook wel gelachen toen, hè. Ja, een van die oude filmpjes. God. Ja. Nou ja, sorry hoor. Dat zijn dingen die ik nog weet. Ja. Ja, weet al dat soort oude dingen niet meer, hoor. Nee. Nou, ik zie in de verte weer boomstammen, dus ik ga er vast heen. Oh, nou, gezellig ja. Hoor, doei. Ja, doei, doei. Gezelligheid. Ja, gezellig. Hey. Ik zie namelijk hier wel iets heel leuks. Hier heb je al boomstammen, maar wat nog daar leuker is, afgrond, nee. Daar kan je ook. Dat is een heel pad. Doei. Dus we gaan daar even kijken. Gaat het lukken? Ja, dat gaat wel lukken. Hup. Hup. Zo, de blubber. Ja. Ja. Daarvoor heb je ook wat schoonmaken. Ik ga even schoonmaken kijken. Even kijken, waar kunnen we doorheen? Daar denk ik dat we doorgaan. Hier kan je denk ik wel doorheen. Auw! Kijk, hierboven is ook al een pad. Dat is hier, dat is wel hard zelfs. Dat is een harde... Harde weg. Harde weg. Dus hier denk ik dat... Ik weet al waar de poep. Om de poep. Oh. Zo. Maar daar hebben we toen afgelopen keer, toen gingen we daar spelen. Oh ja. Maar dan kan je... Hier wel een pad. Ja. Dus hier kan je... Zit je nog een poep? Nee, nog niet. Oh, nog? Maar hier kan je, kijk, hier kan je natuurlijk gewoon... Ja, ik zou even wachten. Hier kan je springen. Ja, die gaat op dit pad fietsen. Kijk, je kan hier gewoon zo. Hier kan je wel heel erg goed rennen hoor. Ja. Als ik val? Dan val je. Joh! Ja. Kijk, hij gaat ook. Hij is... Waar gaat hij heen? Nou, hij gaat proberen. Ja, hij rijdt hier een rondje. Ja. Dan komt hij omhoog. Dan gaat hij naar beneden. Nou, oké. Okay. Ik wens je succes. Ja. Je kan het. Je valt wel op in het blauw, dus dat is goed. Ja. Ik begin het nu al goed. Ja. Maar ik wil even bovenaan beginnen. Ja, dat is goed. Ik sta in deze speciale Tarzanbocht. Tarzanbocht? Ja, dan schiet je zo eruit. Oh, kijk uit. Hier beginnen. Oké, okay, ja, ik hou je in de gaten. Hallo mama. Ja hoor. Mag ik? Ja. Oké. Okay. Ja, oké, doei. Daar komt Max Verstappen aan. En dan gaat hij in de Tarzanbocht. Ik durf niet harder. Je durft niet harder? Ja, kom nou Max. Ja. Oh, paard struikelt. Ja. Ja, dat is een goeie. Hè? Huh? Je ook een hele route, zie je dat? Ja. Je gaat ook met een of andere Tarzanbocht. Zullen we die aan doen? Ja, je kan over. Voor mij is het ook wel redelijk op de weg van de andere. Ja, goed. Ik zie op dit moment toch geen fietser. Jawel, ik zag het even. Ja, één hele. Ja. Oh. Ze zien jou toch ook lopen in dat opvallende blauwe zwarte pak? Jij hebt toch ook een blauwe jas aan? Hey. Zo sexy voor jou. Oh! Wat is er? Oh! Wacht even, wat is er? Wat zie je? Je kan daar kijken, kun je er mee springen? Oh ja, nou wacht even. Laten we eerst even kijken. Ja, laten we eerst even kijken, want zometeen breek je je nek zo al. Zei je, kan je er mee springen? Ja, ik kan er mee springen. Drop off, hij zit op een bordje ook, hè? Drop off. Nou. Ja? Ah ja, ho. Ik ga echt zo hard vallen. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Zie je? Ja, dat is hem. Ja. Eén ding.
pakken. Ja hoor. Oh, ik ga echt pakken. Ta ta ta. Ik ga het nog wel pakken. Ta ta ta. Oh. Oh. Dit valt bij zijn weg. Ja. En daar schiet je dan uit de bocht. Maar ik ga hem iets moeilijker maken. Dus je moet omhoog springen. Dus zo omhoog. Ja, maar vanaf deze andere. Oh, je gaat dan vanaf die kant. Hoe ga je dat doen? Ja, anders kom ik niet omhoog. Oh, anders kom je niet omhoog. Oké. Okay. Ta 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 ta. Maar nou misschien kan je, als je terugkomt, dat je zo omhoog springt als een, wat ga je allemaal doen? Oh, buiten het parcours. Ho, ho, ho. Nou, een goede levensverzekering. Ja, mag ik? Ja, voor mij, je kan altijd. Ja, de ademhaling klinkt als een paard. Verderop kijken. Joehoe. Even kijken hoor. Wat we nog meer kunnen vinden. Oeh. Ja, is een beetje krom. Oeh. Ja, ja, ja. Iemand die dacht, ik rijd mee aan. Ja. Goed idee. Ik zie echt een paardentoep. Ja. Ja. Oké. Okay. Goeie nest. Ja, dat is ook een pad natuurlijk, hè. Dan kan je zo één keer zo van boven zo. En dan kan je zo. Niet meer eens dus. Jawel. Oh, oké. Okay. Kijk, hier de fiets, je fietspaden gaan ook. Kijk, alles ziet zo. Hier zo zijn allemaal zo. Maar ik kan daarover dat hebben dat ik ja. Ja? Ja. Goed, ik zoom wel in vanaf hier. Is makkelijk voor mij. Dan hoef ik niet naar boven te lopen. Ja. Ja, ik zie je nu op beneden, zo beneden komen. Ja. Ja. Ja, oké. Doei. Doei. Als ik nu een fietser aankom, dan... Ja, dan komt er een fietser. Ja, dan ben ik doei. Yo, maar die ligt mij niet over dan ik dacht. Mama. Ja hoor! Oké! Doei! Ach, ging hard! Ja! Wat heb je nou weer? Dat is vies. Laat die hoefijzers los. Ja. Kijk. Laat die hoefijzers los. Ja, kijk. Oh, dan heb je daar. Je hebt dus echt je eigen been aangekomen. Ja. Ja, je moet even die peeskappen hebben dan. Ja, eigenlijk wel. Ja, peeskappen, ook dat nog. Nou, weten we ook weer. Ik ben een paar. Ja. Ja, maar ik moet eigenlijk van die steundingen voor je enkels. Ja, je moet van alles. Want ik ga vaker mijn enkel. Een zadel. Nee, dat niet. Oh. Maar ik ga wel vaak door mijn enkel. Dan ga ik ze ook nog door mijn enkel. Oké. Okay. En net ook weer bijna. Maar goed. Ja. Hoe is het de status? Oh, goed hoor. Ja? Nog een keertje naar boven? Ja. Ja, oké. Okay. Je kan het, hè? Ja, doei. Toch. Geef je zo nog op. Nee, zeker niet. Nee. Ik ook niet. Marijtje. Juist. Ja hoor, ik ben er helemaal klaar voor. De kijkers ook.
En dames en heren, welkom. U bent vandaag bij de Nationale Parcours voor allemaal hobbyhorsing. En u zult hier op dit moment zien Bobby Leemereis, die heel snel door de bocht gaat en iets te snel door de bocht neemt. En daardoor eigenlijk, buiten het parcours komt ze terecht. Hierdoor is ze eigenlijk gedisqualificeerd. Maar goed, we praten het allemaal weer bij elkaar aan. En we hopen dat nog een keer dat het komt en dat de fans en iedereen helemaal happy is. Oké, ik zal niks meer zeggen. Nou, dag mevrouw, heeft u nog commentaar voor de kijkers thuis? Traag peeskappen. Oh ja, oké. Goed gesprek. Oké, nou. Alright. Verder op kijken of wil je nog even doorrijden? Verder op. Ja, oké. Gaan we? Waar gaan we heen? Gaan we. Oké. Okay. Ja, goed. Goed. Nou, ik hoor een mobieltje. Bij iemand. Is daar te vallen? Kan. Ja. Maar ik zou maar niet als je gaat fietsen. Nee, dat wil ik niet doen. In je zak doen. Hoe is het met de energie? Ben je weer terug op niveau? Ja hoor. Oké. Okay. Ja, dan. Ik weet dat ik de eerste keer buiten ging. Dat is denk ik een jaar geleden of zo. Ja. Toen was ik helemaal buiten adem. Ja. En nu? Ja, nee, nu gaat het een stuk beter. Ja, maar mijn conditie is ook wel goed. Ja, je conditie is ook heel goed. Dat klopt. Dat mag ook wel, maar. Ik doe het nu een jaar pas, hè, dus. Ja, ja. Ja, er stond hier een paaltje. De paaltje staat er nu niet meer. Die is goed Daarom. Ik ga eventjes kijken. Ik ga hier naar beneden. Dan ijzeren paard. Naar mijn ijzeren paard. Waar staat hij eigenlijk? Hier rechts. En dan zie ik jou daar beneden zo meteen. Oh, ja, is goed. Ja? Doei. Ga ik even naar mijn ijzeren paard. Ben je weer gezellig? Ja, ik ook. Jij bent ook gezellig. Ja. Moeten we vaker doen. Volgende keer koffie bij mij. Doei. Doei. Ja. Nou, gezellig. Goed gesprek. Even kijken. Waar ga je doorheen? Ik ga hier maar doorheen. Oh, juist. Hup. Oh, mensen die kijken zwaaien naar ons. Maar dat is geen saaie dagen zo bij ons. Ja, die was helemaal bang, die hond. Oeps. Die werd aan de lijn gedaan gelijk. Arme beest. Alleen maar door jouw paard. Ja. Nou, doei. Ja, doei. Nee. Waar ga je heen? Rechtdoor. Gewoon zo en dan weer terug. Ik dacht zelf eigenlijk meer rechtsaf. En dan zo terug. Waarom een korte route? Ja, korte versie. Ik heb honger. We gaan bijna eten. Trek. Ik heb trek, oké. Okay. Foei. Ja, foei. Ja. Oké. Ja? Ja, kijk. Ja, je kan hier mountainbiken. Ja. Mooie foto van mij. Nee, oké, helaas is ik hem tussen. Erg beledigd hier weer. Ja, erg hè. Oh. Maar je kan hier ook gewoon hard de moeder op je orde hoor. Ja. Ja. Vreselijk. Ja. Yes, dan moet je gaan. Ja. Geen de wind, het is me, dat maakt niet uit. Ja, allemaal zwaaiende mensen hier. Oh no, auto! Ga je dan weer kot op? Ja, oké. Nou, breek je nek voorzichtig, hè? Nee, ik breek mijn nek. Gaat het goed komen? Ja, nou, ik ben benieuwd. Zo, kijk je uit. Oh no. Ja. Ja, dus ik denk dat gaat sporten iedereen. Ik denk dat sportuurtjes aangebroken. Ja. Oké, ja? Ja. Kom op! Kijk. En dan kun je zo hier doorrennen en dan kun je hier overheen springen zo weer. Oh, je enkel. Oeh. Nou, ja, de schoen kwam er weer tegenaan. Oh, oké, ja. Dus was dat heel vaak gebeurd door een beetje scherp. Oké, maar maakt niet uit. Ik ga het nog een keer doen. Ja, ga het nog een keer doen. Natuurlijk. Hé, held. Hoi.
Oh, oh, oh. Klein autootje. Oh. Ja, maar blijft toch gewoon aan deze kant. Ja, ja. Nee, Jonas, kan ik niet springen. Ja, ik denk namelijk dat iedereen... Oké. Okay. Heb ik een rechte stuk voor nodig? Oké. Okay. Dus druk je jeetje? Ja, ik denk dat iedereen gaat sporten. Waarom? Nou ja, het is maandagavond. Nou, ik sport ook dus. Ja, het is ook sporten. Ja, ik wel. Voor de mensen, als je niks goed hebt te zeggen. Ja. En dan gooi je hem op. Ja. Ja, het is ook sport. Ja. Maar ah, kijk, zo is het gewoon rennen, hè? Ja, het is gewoon rennen eigenlijk. Een beetje hardlopen. Dus, als je niks goed hebt te zeggen. Ja. Ja. Ik heb een hele grote kloot van de dag. Even kijken, waar kun je overheen rennen, springen? Nou, misschien wel nergens. Nee. Ik kan wel over die bosjes heen, daar zo. Je kan over de sloot springen. Ja. Ik kan het doen. Maar ga ik het ook doen? Nee, daarom. Doet hij het of doet hij het niet? Ik kan het wel doen. Ja, maar nu heb ik nee, maar nee. Want ik denk dat mama een beetje... Ja, die denkt ook. Ja, dat verderop is je wat smaller. Maar nu ben ik gelegd. Ja, maar ik ga niet met mijn stok maken. Nee, maar we gaan het niet doen. Nu niet, een andere keer. Kom. En wanneer wel? Een andere keer. Oké. Okay. Kom wel over dat slootje. Dat plasje. Ja. Helemaal niet leuk. Nou, je en kan het, hè? En dan gelijk over die bosjes van de punt, ja. Oh ja, oké. Okay. Nou, succes. Oh, wacht! Heb je een route? Heb je een parcours? Ah. Kijk uit dat je niet over je stoeprand je nek breekt. Nee, maar dit is te breed. Oh, oké. Okay. Dus ik pak gewoon een... Zo. Ja. En dan... Ah, ja, ik heb het. Oké. Okay. Die auto staat er ook al een tijdje op de hoek, hoor. Heel maanden. Ik ben bijna vastgegooid. Ja. Maar ja. Ja? Ja, ik ben er klaar voor. Oké, ik ga mijn nek breken. Ja, dat viel mee. Ja, boos dat niet, kan ik niet. Wat? Oké, laat maar. Oh ja, wacht. Kijk, wauw. Ja, laat maar, anders wordt een rommeltje, kom. Zo, kom. We gaan, ja. Daar gaat dit ie. Was nou eenmaal weer een spontane actie van Mobbyors. Ja. Ik vond het leuk, we hebben best wel gesprongen. Tenminste, ik. Ja. Dat heb je zo gedaan. Ja, nou ja, goed. Iemand moet toch mee? Ja. Hey, ja. Ja. Vooral voor jullie eigenlijk. Ja. Maar ik heb lekker gesprongen. Ik ging lekker huis, lekker uitrusten. Lekker mijn voeten laten rusten, die vooral. En lijkt het je nou leuk om een keer mee te gaan? Hè? Ja, inderdaad. Alleen, het is wel hartstikke leuk, maar eigenlijk over niet. Ja, het is wel leuk als je gezamenlijk bent, of met meerdere. Ja, dan weet je ook een beetje waar je het over hebt en dat soort dingen. Ja. Dus, lijkt je nou leuk? Stuur even een mail naar info@bobby-lee.nl. Ja, klopt. En dan, of laat de comments hieronder aan. Hè? Dat ja, dat ook. Kan ook. Ja, dus maar dan kunnen we contact zoeken en dan... Ja. Wie weet, zie je mij dan een keer. En kunnen we samen zeggen tot de volgende video. Tot de volgende video, jongens. Doei doei. Doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!